We zijn ondertussen weer aangekomen bij iemand anders van studentenspelvereniging Duivelsei. En dat is Andries. En Andries, kan jij ons vertellen waarom iedereen lid moet worden van jullie? Nou, omdat Duivelsei een hele gezellige vereniging is. En het leuke aan het Duivelsei is dat we allerlei verschillende soorten mensen hebben. Ook heel veel dubbelleden van andere verenigingen. Mensen van Quintus, ook mensen van Catena. En die komen allemaal samen bij het Duivelsei om een spelletje te komen spelen. En het kan van allerlei dingen zijn. We hebben mensen die heel fanatiek spellen als Magic spelen. Collectible card games en dit. We hebben mensen die een gezellig potje Koninginnen van Catan, wat iedereen wel kent, houden. Maar we hebben ook mensen van langere spellen zoals Starcraft of Axis and Allies houden. Zoals er voor ieder wat wils. En wat wij bieden is een wekelijkse avond, één keer in de week, dinsdag, woensdag of donderdag, waarop iedereen langs kan komen, waar je gebruik kan maken van onze collectie van 300 verschillende spellen, alle soorten en maten, en die dan gezellig het spelletje komen spelen met mensen die langskomen. En dus ik zou zeggen, als je graag spelletjes speelt, maakt niet uit wat het is. Als het is een spelletje Jungle Speed, wat 5 minuten duurt. Of een langdurig rondespel als Dungeons and Dragons. Of een tactisch spel als Starcraft of Axis and Allies. Kom gezellig bij ons langs. Studentenspelverenigingen Duivelsei. We zijn gevestigd in de Pelikaanhof, in de Pelibar, onderaan de trap af. Maar als je ons wil vinden en je weet het niet te vinden, kun je ook altijd nog naar onze website gaan. Dat is www.duivelsei.nl. En daar vind je alle informatie die je nodig hebt, inclusief de speldagen. En deze speldagen kan je op elk moment bezoeken en gewoon een gezellig kijkje kunnen nemen. Nou, ik hoop dat jullie allemaal snel te zien. Oké, dat klinkt goed. Dan heb ik nog één vraag. Welk spel speel jij zelf het liefst? Ik ben zelf van verschillende spellen, dus. Ik ben een fanatieke rollenspelspeler, dus Dungeons & Dragons. Maar ik hou ook gewoon van een kort spelletje of een langer spelletje. Eigenlijk voor alle markten thuis. Ik probeer een beetje op de hoogte te blijven van ja, wat alles inhoudt. Dus ja, vrij breed. En nog een allerlaatste vraag. Spelen jullie ook computerspelletjes? Ja, inderdaad. Sinds de afgelopen 3 jaar eigenlijk zijn computerspelletjes ook heel erg populair geworden bij ons op de vereniging. We hebben inmiddels standaard zo'n Wii staan, Xbox, Dreamcast, PlayStation 2. En deze staan standaard op de vereniging. Maar er worden ook regelmatig computers door mensen meegenomen. En er worden ook spellen gespeeld als Dance Dance Revolution en Rock Band. Maar ik kan me voorstellen dat mensen niet weten wat het is. Maar het is en dat is natuurlijk de reden des te meer om bij ons langs te komen. Dus ook voor computerspelletjes en LAN-parties kan je bij ons terecht. Oké, nou ik wens je succes met de ledenwerving en misschien een keer tot ziens. Nou, hopelijk wel. Inderdaad, kom voor gezellig langs bij ons. Oké, goed. Dankjewel. Tot ziens. Ja, die noem je? Axis and Allies. Dan hebben we wat kleinere, snellere spelletjes zoals Jungle Speed Set. De grotere rollenspellen zoals Dungeons and Dragons. Natuurlijk het alom bekende Koninginnen van Catan, in dit geval de Duitse versie. Maar natuurlijk ook gewoon de Nederlands speelbaar. En collectible card games, zoals Magic the Gathering. Nou, spelletje iemand. Oh,